De allervetste reviews, previews en special reports. Dit is Stargamers. Yo, gamefans van Nederland en omstreken. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Indieverse Look. Zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Vandaag speel ik het spelletje Uncontrollable Robot Man. Het klinkt als een fucking superheld en hij ziet er fucking derpy uit en ik vind het cool. Het enige nadeel wat ik nu wel al opmerk is, er is geen muziek. En ik heb een hekel aan games die geen muziek hebben. Ik kan me echt niet tegen. Maar oké, ik geef dit spelletje het voordeel van de twijfel. Ik zag het staan, ik dacht, nou, waarom niet? Leuk spelletje. We gaan hem gewoon spelen, zometeen voor de mensen die niet weten wat Indieverse Look inhoudt. Ik geef deze game 10 minuten de tijd om zichzelf te gaan bewijzen als een vette indie game of een vette game inderdaad gewoon. Daarna gaan we kijken wat er goed is, wat er beter kan. En daarna krijgt het spel van mij een cijfer. Wat ik moet doen, is dat your mission, knock over all the army men. Ik heb geen idee. Hoe je dit controleert, hoe je dit speelt, hoe dit werkt. Dus dat gaan we zien. Ik weet dat ik het met een controller moet spelen. Dus ik heb mijn trouwe rode controller met een trouwe rode Xbox controller weer bij me. Let's go. We gaan de tijd starten, want volgens mij als ik inklik, dan begint hij gelijk. En let's go. Yep, hij begint inderdaad gelijk. Oké, hoe werkt het? Er is ook gewoon geen geluid in de game zelf. Want dat is fucked up. Ah, dit bestuurt zo lastig. Ah! Hey, wacht. Daar zat een army manager. Oh god, hoe in fucking naam kan ik opstaan? Zo? Oké. Nee, andere kant. Oh, We hebben hier even het kaarthuis om. Dit is lastig! Oh, dit is echt fucked up lastig. Als je muziek hoort trouwens nu, dan heb ik het er echt zelf ingeëdit. Want ik kan niet tegen games die geen muziek hebben. En, nou, ik zit vast. Ik zit gewoon vast. Hoe de fuck? Is er een reset button? Er is geen reset button. Oh, wacht. Er hoeft geen reset button te komen, want Uncontrollable Robot Man heeft zichzelf bewezen door zichzelf gewoon weer minder vast te krijgen. Gewoon niet vast. Hij is los, oké? Ik ben aan het focussen op hoe ik in godesnaam ga besturen. Oké, deze werkt dus die kant op. Dus dan kan ik... Maar ik... Hè? Ik kan niet draaien of zo. Hoe draai ik? Ah! Niet zo. Zo staan we op. En... Oké. Ik denk dat ik het een beetje onder controle heb. Nee. Nee, ik zit gewoon tegen het plafond aan. Hé, misschien is dat wel slim. Gewoon alles doen via het plafond. Kom op, grap. Je hebt nog maar één. Hé, ik heb er wel één omgestoten. Ik heb geen idee welke trouwens. Maar ik heb er één omgestoten. Oh, dit is zo lastig. Andere kant op? Iets? Doe iets! Grap, je zit in de fucking hoek. Hoe moeilijk kan het wezen? Fucking hell, is dit hoe Iron Man zich moet voelen? Jesus effing Christ, come on! Little duurder! Oké, we gaan gewoon zo. Dan gaan we omhoog. We gaan het rustig aanpakken. Andere kant op, lul. We gaan het... Nee, zo. Zo. Gaan we zo. Kunnen we dan dit doen, zo. Is er één omgevallen? Er is er geen één in zijn één omgevallen. Jesus effing Christ. Oké. Wacht, als ik me nu gewoon... Nee, naar voren beweeg. Oh, de controls zijn inverted. Ik haat inverted controls. Hoe kom ik omhoog? Kom op, werk eens even mee. Oh, dit spel is zo lastig. Ik denk van... Nou, oké, dan... ik moet het 10 minuten volmaken, dacht ik, voordat ik die hiermee begon. Dus ik stoot al die mannetjes om. En dan ga ik kijken of ik mijn record van kan verbreken. Nou, het ziet er nou uit dat ik geen mannetjes omstoot op deze manier. Serieus, kan er iemand vallen? Come on! Zo, en dan zo. Oh, maar nu sta ik er perfect voor. Ja! Bam! Huppa, dat waren de twee. En we gaan gewoon door hetzelfde gat. Oké. daar staat er geen één meer. Hoe draai ik? Wacht, zo. Tik. Dan gaan we omdraaien. Dan gaan we omdraaien. Zo. Gaan we omhoog. Andere kant op. Hoe? De controls zijn zo fucked up lastig in dit spel. Wacht. Ja. YOLO. Let's go. Ik wil een reverse. Ik wil een fucking reverse in dit spel hebben. Zo. Yes. Oké, dat waren die mannetjes. Nu moeten we omhoog voor die andere... Je ziet ook niet waar je heen gaat. Dit is fucked up moeilijk. Oh, dit is echt een frustratiespel. Dit is echt gewoon... Hoe de fuck kan je dit überhaupt spelen? Oké, wacht. Ik denk dat ik hem een beetje onder controle heb.
Ja? Wacht. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Uh-oh. Ik zit erachter. Oké, okay, daar kom ik gemakkelijk uit. Oké. Okay. Fuck you. En fuck myself. Great. Ik moet er nog 12. Kom op, hoeveel tijd heb ik nog? Ik moet het natuurlijk eventjes binnen de 10 minuten doen. Gewoon even. Ik wil gewoon alle mannetjes omstoten binnen die 10 minuten. Dat moet toch enigszins te doen zijn? Ja. Ja, ja, ik neem jullie gewoon mee mijn graf in. Huppa. Serieus, grapje, is dat ook nog? Volgens mij ben jij bedoeld als degene die als eerst om moet stoten, of niet dan? Daar faalde ik al in. We gaan rustig, 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 rustig die kant op. Oké. Dan gaan we omdraaien. Omhoog. Dan gaan we weer rustig die kant op. Dan gaan we weer omdraaien. Dan gaan we weer omhoog. Dan gaan we ietsjes naar achter. Nee, omhoog. Ga het gewoon rustig aan. We pakken het rustig aan. Wacht, als ik nou dit doe, dan ga ik naar de zijkant. Dat is handig. Dat is handig om te weten. Oh, ik had hem bijna. Ik had hem bijna. Maar wacht, wacht, wacht. Als ik nu gewoon dit doe, dan red ik het natuurlijk gewoon weer niet. Fuck you. Kan ik jou gewoon omslaan? Hé, hey, ga eens weg. Ik ga door zijn fucking been heen. Hoe werkt dit? Come on, ik val toch duidelijk op je hoofd. Oké, tik. Rustig. Oké, nu gewoon opstaan. En het verpesten. Gewoon opstaan en het verpesten. Weet je, zo werkt die shit. Doe vooral dat, Jan. Oh, maar nu ben je van mij. Nee! Dit werkt niet. De physics in dit spel zijn fucked up. Fuck physics. Hoe niet physics? What the fuck? Oh, dit spel is rage-inducing moeilijk. Holy shit. Oh god. Come on, werk mee. Werk, verdomme. Mee! Ik dacht echt van, dit is zo'n spelletje waarmee ik echt met 2 minuten klaar ben ofzo. Nope! Never was I wrong. Was I more wrong. Moet ik het wel even goed zeggen. Oké, okay, wacht. We zitten hier bovenin. Dan gaan we zo. Zo, oké. Okay. Andere kant op, Jan. Onthoud nou eens dat die fucking controls inverted zijn. Zo. Iets naar voren. Voren, niet achter. Fuck it, doe gewoon zo. Zo. Ietsjes nog. En dan staan we op. En dan doen we kaart. De andere kant op, nee! Fuck! Come on, dit is zo fucked up moeilijk. Ik zweer het je, als één van jullie daar nu zegt van, Jan is echt een noob. Huh, doe het zelf. Echt waar, doe het zelf. Geef jezelf 10 minuten de tijd. Kijk hoeveel van die fucking soldaten jij om kan slaan. Ik zeg geen één. Oeh, maar jou heb ik. YOLO! Ja, daar lig je op de grond, hè? Oh god, ik heb nog maar 3 minuten. Oh, ik heb een hekel aan jou. Ik wil jou gewoon eigenlijk omkrijgen, weet je. Je staat daar gewoon een beetje stil. Uh-oh, ik zit vast. Uh-oh, ga maar weer. Kom op, dit kost me tijd. Little duurder, kom los. Ik zit vast. Ik zit vastgeboord met mijn hoofd in de doos. Fuck it. Kom op. Ik kan niks meer. Ik kan letterlijk niks meer. Ik zit vast. What the fuck is dit voor bullshit? Ik zit vast. The game glitched on me. Fuck. Weet je, fuck deze game. Fuck it. Oh, fuck it. Daar gaat mijn controle. Fuck it. Ik heb er geen zin meer in. Dit is de eerste game. Sorry. Ik maak niet de volledige 10 minuten vol. Omdat ik het gewoon niet kan. Deze game is al best lang uit. Terwijl we tegen de kont van een robot zitten aan te staren. Er is geen muziek. De controls. Ik snap dat het uncontrollable moet zijn. Maar het is fucked up irritant. Het is echt onnodig irritant. En hij glitcht. Hij glitcht als de motherfucker. Normaal vind ik eigenlijk bijna iedere game wel het spelen waard. En deze game is ook best wel het spelen waard. Het doet me een beetje denken aan Radical Rockets, wat ik ook al een keer heb gespeeld. Maar ik ga deze game geen hoog cijfer geven. Er is ruimte voor verbetering, maar alleen ik denk niet meer dat het gaat gebeuren, omdat deze game al best wel oud is. Ik ga het een 5 geven. Heel simpel. Het is een beetje een korte Indie First Look. Sorry.
Maar ik zit vast, zo dat zie je. En het opstarten van deze game, dan denk je van... Jan, reset de game gewoon. Nee, om de game te resetten moet ik helemaal opnieuw opstarten. En het opstarten is ook maar een 50-50 chance of het werkt. Deze game zou heel leuk kunnen zijn. Maar hij zit vol met bugs, gaten en ongein. En nee, nee, gewoon nee. Maar als je hem niet gelooft, check het zelf. De link staat onder in de descriptie. Hij is gewoon gratis te downloaden. Dat is dan wel weer een pluspuntje. Maar ja, zoals ik al zei, geen muziek. Hij is uncontrollable, dat snap ik. De controls zijn kut en dat hoort ook. Maar er zitten gewoon te veel bugs en te veel glitches in. Het spel is te irritant om op te starten. Dus nee, het krijgt van mij gewoon een 5. Sorry, dit is misschien de eerste keer dat ik een game een iets minder goed cijfer geef. En daar moet ik eigenlijk niet zo triest over zijn. Want dat kan gewoon. Games moeten open kunnen staan voor kritiek. Maar ja, wil je het nogmaals zelf spelen? Link staat onder in de descriptie. Vond je dit in ieder geval wel een leuke video? Laat dan vooral wel even een like achter om je support te tonen. Kijk je dit op Stargamers? Vergeet dan niet te abonneren op Cortex Gaming, het gamekanaal. Link staat nu ergens in beeld. Kijk je dit op Cortex Gaming, staat een rode knop onder de filmpje met de tekst abonneren als je daar op klikt. Dan gaat het lekker allemaal automatisch. Kijk je dit op Cortex Gaming, vergeet dan ook niet Stargamers te checken voor jouw dagelijkse nieuws, updates, reviews en previews. De link staat daar ook van onder in de descriptie. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende Indieverse Look. Zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. En hopelijk met een iets betere game. Maar beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!